IT, it makes my personal life as well as my working life easier. Using technology just augments my life. It fills in the gaps. It's kind of like the sandwich filling to life. If I wasn't born in the age of network, my life would look totally different. When I can use virtual technology and tools, it's much easier for me to stay focused on my work and to be easily connected with all kinds of people. Everyone can use technology if they have the right network around them to get support. Die ontwikkeling is nu zo snel gegaan. Instanties gaan digitaal, zorgverleners gaan digitaal. Om zelfstandig te blijven als senior is het belangrijk om je dus een aantal vaardigheden aan te leren. Op mijn leeftijd, de meesten die zeggen, oh nee, ik begin er niet meer aan. En ja, die gaan zitten. Ik ben er wel enthousiast over en ik zou het echt niet meer willen missen. Als zij dat kan, dan kan iedereen in principe dat toch? Als e-health meer zou worden ingezet in de zorg, dan zou het bijvoorbeeld betekenen dat mensen aan hun gezondheid kunnen werken op het moment dat het hun uitkomt. Wat me het meeste aan fascineert is dat er de afgelopen jaren ontzettend veel is ontwikkeld. Door zowel professionals in de zorg als door technische mensen als door ontwerpers. Maar alleen het klantperspectief is daar onvoldoende in meegenomen, in mijn optiek. Dus wat krijg je dan? Dat er de wereld aan interventies is rondom e-health, maar dat dat nog heel minimaal wordt gebruikt. En de oplossing daarvoor is, wat mij betreft, echt meer toepassen van co-creatie. Dat ik de regie heb over mijn eigen gezondheid, dat ik veel meer het gevoel heb dat ik zeg maar niet die hulpeloze cliënt ben die allemaal maar bij een dokter komt en dan gaat luisteren naar wat de dokter vindt, maar dat we veel meer bezig zijn. Dat is zo'n modeterm, maar shared decision making. Dus dat we veel meer samen aan het roer zitten van mijn behandeling. In healthcare, IT has the potential to really improve people's life, to deliver better healthcare closer to the patient, much quicker, at significant lower costs. An excellent example of e-health is teledermatology. The GP takes a picture and sends it to the dermatologist in the region. In this case, 75% chance that the patient does not need to go to the hospital and will have an answer within 5 working hours. My hope is that people realize that their health is their own responsibility. And managing their health is as important as managing their finances. The systems already exist. They're just being built upon and improved using technology. So e-health is taking what already existed and finessing it.